Ja, Rector, nerveuzer dan we u gewend zijn in deze studio. Merkt u dat? Ja. Verga ik van de stress? Nee, maar toch. Okay, ja. Ja, maar u stapt in de politiek, de kogel is door de kerk. Wel, ik ga dat uiteindelijk toch doen. Al jaren zat ik daarmee bezig. Ik denk dat het een logische consequentie is van de dingen die ik voordien heb gedaan. Al jaren mee bezig, waarom dan nu? Wel, ik denk dat dit het moment is om toch de stap te zetten, omdat het ongelooflijk slecht gaat in dit land. En dat is het moment waarop je toch moet proberen het tij te keren. Als alles op wieltjes loopt, denk ik, is er geen enkele reden om tussen te komen. Dan kan je andere mensen laten genieten van alles wat fijn is. Maar nu, denk ik, is er enerzijds het grote probleem dat de politiek in het algemeen een beetje in een slecht daglicht zit. En anderzijds is er het grote risico dat mensen die stoere taal spreken, gaan roepen, denken dat inderdaad door spierballen te laten rollen alles gaat opgelost worden, dat die mensen, met aan het hoofd de huidige favoriet van het politieke bestel Bart De Wever, dat die mensen het landschap gaan bepalen. Dat zou, denk ik, jammer zijn. Ja, u hebt het wel moeten ontkennen tegen journalisten die al belden, die geruchten hadden opgevangen. Was dat de eerste politieke leugen? Ik vrees van niet. Ik denk dat een gedetailleerde en geraffineerde lectuur van wat ik heb gezegd zal duidelijk maken dat ik nog bevestigd, nog ontkend heb. Ja. Dat zou u moeten kunnen lezen hebben. Mogen we weten hoe de paringsdans verlopen is? Wie, wanneer, welk aanzoek gedaan heeft? Het is gewoon in België, niet in Afrika, maar Marjan kan dat misschien vertellen. Nee, toen ik voorzitter geworden ben, dat is nu 2 jaar geleden, toen heb ik toch een paar dingen meegekregen van mijn voorgangers. En wat in mijn rugzakje zat, was, ja, Rick Torfs, waren al eens een paar gesprekken mee geweest, waar mensen in de partij die af en toe wel Rick zagen ontmoeten, eens een babbel mee deden. En ik dacht toen, ja, Rick is iemand waarmee ik 5 jaar samen heb gestudeerd. We zaten in hetzelfde jaar in Leuven. Allebei samen rechten gedaan, dus ik dacht, daar ga ik nog wel eens opnieuw contact mee nemen. Wist jij dat, Ivan? Nee, Old Boys Network. Old Boys, dat is een scherpe analyse van uw entwege. Ik heb inderdaad Marjan enkele keren met succes examen horen afleggen, want wij zaten hier met elkaar, Torfs Thijs, internationaal recht. Ik heb een spectaculair examen volkenrecht in 1977, waar ze echt met glans in slaagden. Maar de contacten, zoals Marjan zegt, zijn ook een stuk ouder, ook met mensen van de partij. Ik heb vroeger gesprekken gehad met Johan Deurze, met Chris Peters, ook gesprekken met Inge Vervotte. Die zijn vaak langdurig en nachtelijk. En die gesprekken gingen inderdaad over inhoud. Ik heb vorig jaar ook een boek geschreven, Wie gaat er dan de wereld redden, waar politieke ideeën in staan. Maar de echte vraag, de concrete vraag, van wanneer kwam die? Wel, ik heb we weten pas sinds vorige week dat er verkiezingen komen. Hè? Dus dachten we, ja, begin je aan lijstvorming? En dan dacht ik, misschien toch eens bellen met Rick. Dus ik heb hem een sms'je gestuurd. Ik ga eens bellen. We hebben dan een afspraak gemaakt. Dinsdag hebben we elkaar gezien. En ik heb gezegd, ja, vorig jaar heb ik eens gezegd van, ziet je het nu zitten? Was niet het juiste moment. Vorige dinsdag? Of vorig jaar. Vorige verkiezingen. Maar nu dacht ik, ja, misschien nu wel. Dus ik heb het gewoon even rustig gevraagd. En Rick zei onmiddellijk ja. En ik dacht, daarmee heb ik een goede persoon voor op de tweede plaats op de senaatslijst te staan. Maar ik herinner mij uit het verleden toch ook verhalen dat andere partijen u gevraagd hadden en dat u ook sprak met andere partijen? Wel, het is nog altijd goed dat er gesproken wordt. En dat juist het grote probleem is in onze samenleving, dat er weinig echte dialoog is. Je kan met mensen spreken over inhoudelijke onderwerpen zonder meteen concrete plannen te hebben. Maar heel eerlijk, hebt u in het verleden ook niet onderhandeld met andere partijen over een plaats op de lijst? Onderhandeld is zeker niet het juiste woord. Ik heb met mensen gesproken over politiek en qua inhoud is het duidelijk dat mijn ideeën veel meer dan bij welke andere partij aanleunen bij die van CD&V. Dat kan ik ook empirisch bewijzen aan de hand van mijn laatste boek, Wie gaat er dan de wereld redden, waar toch heel dat beeld achter zit van een soort, ja, christelijk mensbeeld, een methode van denken. Ja, enige christelijkheid is mij niet vreemd, misschien niet altijd in mijn gedrag, maar toch in mijn ideeën als kerkjurist. Dat is allemaal niet zo verwonderlijk. Dat kan toch niet als een bom inslaan, denk maar ik. Maar u zei er net ook, ik doe het ook als reactie tegen de mannen die de spierballen laten rollen. Ja. Dan denk ik aan Bart De Wever. Dat hebt u goed gedacht. Ik denk eerlijk gezegd dat de methode die mensen als meneer De Wever op dit moment nastreven nergens gaat toeleiden. Het is niet door kwaad te worden en forse taal te spreken dat je heel ver komt. Het enige concrete resultaat dat hij misschien zal bereiken is dat Elio Di Rupo premier van België wordt, omdat toevallig de PS misschien de grootste partij wordt. En ten tweede, ook heel erg, de aandacht wordt afgeleid van de problemen die er echt toe doen. Op dit ogenblik staat de euro ongelooflijk onder druk. Een hels mechanisme, zeg maar, dat je hebt
met budgettair tekort in heel veel Europese landen. Dat kan echt onze welvaart bedreigen. En met alle sympathie voor de lokale problemen van Wezenbeek op en mijn linkerbeek, die ik niet minimaliseer, er zijn toch nog ernstiger zaken vandaag de dag. Voorzitter, toch even het hoofd. Ja, we hebben ze allebei. Hè. We hebben communautaire problemen zonder meer. En die zijn niet opgelost. Dus daar zullen we het in de toekomst moeten blijven verder over hebben. Want wie wil dat het sociaal, economisch en ook op andere vlakken goed gaat, die heeft wel behoefte aan een beetje hervorming van de staat. Maar dat is iets anders dan, we willen ons land kapot. Wat wij willen is, we willen ons land hervormen, zodanig dat de instellingen beter werken, dat ze goedkoper, efficiënter werken en dat de problemen makkelijker opgelost raken. Mm-hmm. Het is functioneel.